ben Henk Angerend, ben geboren in Waalbrugge. 21 jaar geleden winnaar van de laatste Elfstedentocht van 1997. Eigenlijk wel heel jammer dat ik nog steeds de laatste ben. Ik ben in het verleden ook altijd fanatiek fietsen geweest en dat heb ik ook heel veel gedaan in mijn training. Ik heb eigenlijk meer uren op de fiets gezeten als op de ijsbaan gestaan. En de firma van de Valken die wilde heel graag een fietsclassic onder mijn naam. Ja, en dan past eigenlijk Friesland daar wel heel mooi bij. En dan start en finish in Leeuwarden, zoals ook de echte Elfstedentocht. Ja, dan is eigenlijk 1-1 is 2. De tocht vanuit Leeuwarden die gaat via het Schaatsmuseum in Hinderlopen. Ja, ik denk dat dat een van de mooiste museums op schaatsgebied van Nederland is. Daar is zoveel te zien voor een gemiddelde sportliefhebber en zeker voor een fietserschaatser. De reden om deel te nemen aan de Henk Angerend Classic is eigenlijk heel simpel. Het is een hele mooie tocht, heel goed georganiseerd in een heel mooi gebied van Nederland die nog te weinig wordt gebruikt voor fietstochten. En daarnaast is het natuurlijk voor jezelf fysiek geweldige oppepper om een 150 kilometer te volbrengen op een fiets.